Hey mensen, vorige maand ben ik 21 geworden en ik heb dan natuurlijk ook een paar cadeautjes gekregen. En wil ik vandaag aan jullie laten zien. Het is niet om op te vallen of wat dan ook, maar ik vind het gewoon leuk om met jullie te delen. Om te beginnen ging ik met mijn zus, waar ik nu nog een paar dagjes woon, uit eten naar een Mexicaans restaurant. En dat hebben we vorig jaar ook gedaan met onze andere zus erbij, alleen dan hier in Friesland in de buurt, maar deze keer dus in Zaandam. Samen met nog haar beste vriendin. En ja, dat was super lekker. En de dag daarvoor trouwens had ik mezelf al een cadeautje gegeven. Namelijk mijn Helix. De mensen die mijn blog volgen weten dat al. Maar ja, als je me alleen op YouTube volgt, dan weet je dat waarschijnlijk nog niet. Maar ik heb een Helix laten zitten. Ik hoop dat je het kunt zien. Geen idee. En ja... Het duurt alleen super lang met genezen, maar dat heb ik er wel voor over. Nu over wat ik van mijn ouders heb gekregen. Als eerste wat kleding. En om te beginnen heb ik hier een legging. En deze die heeft een soort van kant op zich zitten. En ja, dat geeft echt een super mooi effect. Ik heb hem nog niet aangepast eigenlijk. En hij ziet er best wel groot uit. Maar ik hoop dat die in ieder geval past. Hij is in ieder geval wel super leuk. En ook een shirtje waar kant in verwerkt zit. Namelijk op de mouwen en een stukje op de achterkant. De voorkant heeft een leuk printje. En de achterkant heeft kant en is voor de rest een beetje doorzichtig. Ziet er ook super tof uit. Nog niet gepast, maar ik denk dat hij wel past, want het is een M. Ik ben benieuwd hoe hij me staat. Ook een nep leren rokje. En ja, het ziet er super stoer uit. Ik hou er wel van. En ik hou sowieso van rokjes. Dus ja, deze is heel handig. Want het is natuurlijk zwart. En zwart is het makkelijkst om te combineren. Ook heb ik een nep leren broek gekregen in een paars. Alleen helaas zit die wat te strak. Ook heb ik een paar pantoffels gekregen. Want ja, als je eenmaal een winter lang dezelfde paar pantoffels gebruikt, dan gaan ze best wel snel slijten. Dus ik heb een nieuw paar gekregen. Ook al heb ik met Sinterklaas ook een paar gekregen. Maar dan heb ik een voorraadje. En nog een dingetje in de categorie kleding en accessoires is deze riem. En het heeft een soort van studs. Ja, eigenlijk niet eens echt, maar ja, het heeft van die balletjes erop zitten. Dan het enige Hello Kitty dingetje wat ik van mijn moeder heb gekregen. En dat is deze. En het zijn een soort van Smarties. Met een Hello Kitty erop die je eraf kan halen. Zo. En deze kan ik dus, als de Smarties op zijn, gewoon zo neerzetten bij mijn collectie. Dus dat is super leuk. Dan een soort van beauty case. Een lila metallic-achtig. En ja, hier zou ik make-up in kunnen doen als ik bijvoorbeeld op vakantie ga of zo, denk ik. Dat lijkt me op zich best handig. Dan heb je hier alles gewoon in zitten. En ja, niet dat ik binnenkort op vakantie ga of zo, maar wie weet. Ook heb ik een paar maskertjes gekregen. Het zijn er 5. 2 ja, intense hydrating. En 3 voor smooth calming. En ik ben er heel benieuwd naar. Het is van Kruidvat eigen merk. En ja, ik heb daar nog nooit echt maskertjes van gebruikt. Ook heb ik een haarborstelreiniger gekregen, omdat ik ja, meestal niet zelf mijn haarborstel schoonmaak. Eigenlijk wel slecht, maar goed. 2 doosjes die bij elkaar horen. Zilver en ja, grote en kleine. En op zich wil ik hier misschien mijn sieraden in gaan doen, want ik heb nu wat kleinere doosjes, maar ja, die beginnen iets te vol te raken. En dan kan ik er nauwelijks meer dicht. Ik heb zelfs de grotere armbanden en zo al ergens anders liggen. Omdat het gewoon niet meer past. Dus misschien dat ik het hierin ga verplaatsen. Ook heb ik 2 films gekregen. De eerste is Chatroom. En hier ben ik heel benieuwd naar. Ik zou hem eigenlijk vorig weekend kijken. Maar de dvd-speler van mijn zus was gesneuveld. Dus we konden hem niet kijken helaas. Daarnaast ook nog Spijt. En ja, ik ben heel erg fan van de boeken van Carrie Slee en ook de verfilmingen van de boeken. En ja, ik ben ze eigenlijk een beetje aan het sparen. En toen zag ik deze liggen in Kruidvat. En toen zei ik tegen mijn moeder van, ja, mag ik deze hebben? Want ja, ze vindt zelf die films ook heel erg leuk om te zien. Dus deze heb ik ook voor mijn verjaardag gekregen.
Dan iets wat ik al heel lang wou hebben. Echt al ruim een jaar, denk ik. En dat is het boek van Masha. Happy Life. En ik heb er hier zoveel over gehoord. En ja, ik volg Masha al echt sinds, ik denk 2009. Zoiets. Eind 2009. En ja, daarom vond ik het wel leuk om dit boek te hebben. Ook wil ik inmiddels die van Serena hebben. Want Serena volg ik ook al een behoorlijke tijd. Dus ja. En ik heb er nog niet echt gelezen. Maar ik ben echt heel benieuwd. Ook kreeg ik dit Things to Do setje. Volgens mij heb ik die ook van mijn ouders gekregen. Correct me if I'm wrong. Maar ja, voor zover ik weet heb ik die ook van mijn ouders. Dat zijn van die kleine post-its. Dus dat is super leuk. Want dan wordt dingen opschrijven gelijk ook een stuk leuker. Ook kreeg ik op de dag van mijn verjaardag zelf te horen dat er een geheimzinnig pakketje was gekomen bij ons thuis. En mijn ouders hadden geen idee van wie het was. Ze hadden het niet opengemaakt of wat dan ook. En ja, het bleek van mijn juf van de basisschool te zijn, juf Roelie. En ik weet dat ze dit ook kijkt. Dus ja. Ik heb een hele leuke kaart erbij gekregen. Met gitaren erop. En ja, er staat een hele tekst in. En daarbij zaten twee dingen van Hello Kitty. Er zaten Hello Kitty stickers bij en een danseresje. Dus dat is echt super lief. Ik had het echt niet verwacht. Dus ja, zulke spontane dingen zijn gewoon echt super leuk. Nogmaals, heel erg bedankt hiervoor. De volgende dag hield ik een soort van feestje. En daar kwamen drie meiden, namelijk Patricia, Bea en Megan. En ja, we hebben samen de film Spijt gekeken. Ja, behoorlijk wat afgeklast trouwens. Maar ook van hun heb ik een paar cadeautjes gekregen. Als eerste heb ik een kaart vandaag gekregen. En ja, ik moest heel erg om lachen. Want het staat op, een jaartje ouder is toch niet erg. Je bent nog steeds mooier, slimmer en stoerder dan mij. En dan aan de binnenkant zegt die jager Jet van, yes, je hebt gelijk. Dus ja, superleuke kaart. En ik kreeg een Hello Kitty knuffeltje van haar. Superleuk. Ik kreeg een mini fotoalbum waar een paar foto's in kunnen. Dat is ook altijd handig. Want ik verzamel nogal veel herinneringen en zo. En ik kreeg een nail art boek. Ja. Vorige week zei ik ook al toen ik een nagel of een nail art setje in mijn pakketje had ontvangen. Van ja, waarschijnlijk is het teken dat ik daarmee bezig moet. Nou, dit is dus een extra teken. En er zitten wel hele leuke ideeën in. Dus wie weet ga ik daar mee aan de slag. Als ik ooit het geduld heb om mijn nagels weer te lakken. Ook van Bea krijg ik een hilarische kaart. En op de voorkant staat dan eerst. Ja, als je ouder wordt zie je het soms niet meer zo scherp. Dan staat er zogenaamd een hele mooie jongen. Maar dan klap je hem open. En dan staat er een oude opa. Maar daar heb jij natuurlijk geen last van. Ja. Erg leuke kaart. En daarnaast kreeg ik een bioscoopbon. En ik ga al niet zo vaak naar de bios. Zoals ik al vaker heb genoemd in mijn video's. Dus dan vind ik het alleen maar leuk. En van Megan kreeg ik de cadeautjes een week later. Omdat ze ja, pas echt op het laatste moment naar mij toe kwam. En dus geen cadeautjes had. Maar toen kreeg ik het bij het feestje van Sasha. En ik kreeg een knuffeltje. Popje. Ziet er echt super schattig uit. En een hele mooie ketting. Want in deze ketting zit namelijk echt slangenhuid. Het ziet er echt super vet uit. En je voelt dat ook echt. Ik vind hem echt super vet. De volgende dag. Dus ik had echt een heel weekend met alleen maar visite. De dag daarna dus kwam mijn oudste zus met de kinderen. En daarvan heb ik een cadeaubon van 15 euro voor bol.com gekregen. Ik wil heel graag een extra accu voor mijn camera, maar ja. Daar heb ik wel geld nodig natuurlijk. Dus ik heb een cadeaubon gekregen, zodat het iets goedkoper wordt. Mocht ik op bol.com niet slagen, dan kan ik er altijd nog iets anders van kopen.
Zoals bijvoorbeeld dat boek van Serena. En van mijn jongste neefje heb ik een tekening gekregen. Geen idee of je het ziet. En van mijn nichtje heb ik een heel boekwerk gekregen. En ja, ze heeft er een paar blogposts van mij in verwerkt. En een paar persoonlijke teksten erin gedaan en zo. En ja, het is echt super lief. Ik, ja. Zelfs een oude foto van Streetdance. Dus ja, ze heeft er echt heel veel werk van gemaakt. En ja, ik vind het alleen maar leuk. Echt super lief. Op mijn feestje trouwens kwamen oom en tante ook nog langs. Want die wouden eigenlijk op bezoek komen bij mijn ouders. Maar mijn ouders waren het die dag niet. En ze hadden ook aan mij gedacht. Super lief natuurlijk. En ze hadden een shower gel voor me meegenomen van de Body Shop. En dit is citroen en thyme. En ja, hij ruikt echt super lekker, moet ik zeggen. En ja, het ruikt niet eens zo heel erg naar citroen eigenlijk. Je kunt nooit genoeg Body Shop producten hebben, denk ik dan. Ook kreeg ik in de post een brief, of nou ja, een brief, een kaartje van mijn fanvriendin. En ja, ik kreeg gewoon een klein kaartje met Hello Kitty. En daarbij stickertjes. En als laatste had ik een week later dus het feestje van Sasha. En daar kreeg ik ook nog wat dingen, namelijk een zak grote peanut M&M's. En die vind ik toevallig heel erg lekker. Dus ja, deze gaat zeker op. Ook al wil ik gezonder gaan eten. En eentje waar ik naar had gevraagd. En dat is een palet van W7. En ja, ik kon namelijk niet kiezen in de winkel. Dus ik had zoiets van, als ik slim ben, vraag ik het gewoon aan iemand anders. Dan maakt diegene zelf de keuze. En dat is uiteindelijk deze geworden. Het In The Puff paletten. En hij heeft hele mooie natuurlijke tinten en ook een zwart, en ook een zwart. Dus ja, ik kan eigenlijk experimenteren met bruin tinten. Dus hier ben ik echt super blij mee. Dat was alles wat ik heb gekregen. Ik ben echt heel erg blij met alles wat mensen mij gegeven hebben. En ja, alles komt zeker goed van pas. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal en mij te volgen op Twitter @floorflawless. En een kijkje te nemen op mijn blog www.floorflawless.com. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!